Ja, dat is ineens een heel erg Hanneke Groenteman moment. Oef, ik wist niet dat ik het in me had. Je ziet er wel beter uit, Dave. Hé, wat heerlijk, dankjewel. Welkom bij Devil Steeds de Dagclub vanuit Theater aan de Schie. Kom. Zo Bart. Het was een beetje Grease Lightning, gel in je haar. Ja, dat doe ik altijd. Hey, ja, we hebben een klein themaatje vandaag. Tekstschrijvers te gast, dadelijk Jan Tekstra, schreef veel hits voor Marco Borsato. En hier zit Peter Groenendijk, die schreef die grote hit voor Paul de Leeuw, Ik heb je lief. En hij heeft twee mannen met zich meegenomen. Ja, maar wacht. Nee, Peter, die ken ik wel. Dat kan ik niet allemaal op televisie vertellen waar ik die van ken. Maar wie heb je meegenomen? Ja, mijn grote vrienden Winston Post en Bas Muis. En wat gaan jullie doen? Ja, dan houden we even een verrassing, Dave. Dat gaan we straks zien. Wij gaan kijken en luisteren naar Peter Dons. We waren onschuldig, maar nieuwsgierig dat wel. Op zoek ongeduldig naar de regels van het spel. Het spel van het minnen, het spel van de lust. Dus in den beginnen heel schuchter gekust. Wat waren we groen toen, nog groener dan gras. Die eerste ontgroenzoen, die zo leuk spannend was. Het was kalve liefde, het prille begin. Toch bleef jij voor altijd het begin van de min. Lieve eerste vriendin. Dank u wel. Kom er even bij, Peter. Even lekker aan de bar hangen. Wat waren we groen toen? Dit is hem, hè? Want hier komt hij vandaan. Je staat er een beetje op alsof je... Ja, waar denk je aan? Aan mijn eerste vriendinnetje, want daar gaat het liedje over, hè? Wat waren we groen toen? Maar dit, ik zeg jouw eerste cd, maar dit is je tweede toch al? Dit is mijn tweede cd, ja. Dit is mijn tweede cd. De eerste was Hoog Tijd. Die is in 2007 uitgekomen. En deze is in mei uitgekomen. Wat waren we groen toen? En ik heb gehoord, jij hebt je duizendste optreden achter de rug. Waar treed jij allemaal op? Nou, je treedt voor 80% in de gezondheidszorg op. Dan moet je denken aan verzorgingshuizen, verpleeghuizen. Maar ga je dan als jezelf of als klinieklown? Dan ga ik als mezelf. Ja, mezelf. Ja, ja. Ja, maar dat denk je altijd. Dat moet dan om mensen te laten lachen. Maar je kan mensen natuurlijk ook gewoon een hele leuke middag bezorgen. Nou, de mensen lachen en dat kan ook gewoon in een kostuum, weet je wel. Dat maakt helemaal niet uit. En dat is heel dankbaar werk. En dat heb ik 2 weken geleden met 1000ste optreden gedaan. En op zich is dat niet zo bijzonder, maar die 1000 optredens, er waren binnen 5 jaar. En alleen in de gezondheidszorg, dat zijn er gewoon, reken maar uit. Dat zijn er ruim 200 per jaar die ik doe. Waar ben jij binnenkort te zien de basis CD te krijgen? Even reclame. Ja, de CD is te krijgen via mijn website www.peterdons.nl. En waar ik te zien ben, dat staat op mijn agenda ook op diezelfde pagina. En dat zijn er nogal wat. Neem een lekker drankje van Bart. Want hij zei het al, het is vanavond een beetje... tekstschrijversavondje. Hier is die Jan Tekstra. Net 2 meter naast paal 7 is een strandgodin gevonden. Heel het eiland is vol ongeloof, omdat men dacht dat ze niet meer bestonden. Op een herfstdag in augustus, in het laatste water na de vloed,
poedel naakt, enkel door wat zand bedekt. Veel te mager, schijnbaar ondervoed. En niemand wil haar hebben. En niemand graaft haar uit. Alle jutters hebben haar gezien. Maar niemand claimt haar buit. En het arme kind dat ligt daar. Wachtend op het komend tij. Maar de maan dunt uit en het water daalt. En ze weet, nu is het voorbij. Net 2 meter naast paal 9 is een waddengoot gevonden. Het nieuws waait als een windhoos in het rond en is door heel het eiland al verslonden. Op een maandag in september, op de kentering van het tij, met zijn vingers als een anker in de grond en een duin van zand aan lei. En niemand durft hem aan te raken, nee, niemand steekt zijn handen uit. Heel het eiland heeft het jong gezien, maar niemand claimt de buit. En het arme joch dat ligt daar, wachtend op het komend tij. Maar de maan wordt smal en het water daalt en hij weet, nu is het voorbij. Nu is het voorbij. In het huisje in de duinen leg ik het gastenboek opzij. En ik denk aan jou, ik zet een laatste streep. En ik weet, het is voorgoed voorbij. Heel even voor, hoe heten jullie? Hebben jullie een naam? Ja, wij zijn de Geweldige Noten. Nou, zullen we eerst kijken, dan praten? The stage is yours, Geweldige Noten! Yes! Geweldige Noten, Bas Muis, Peter Groenendijk en ikzelf, Winston Post. Ja! Yeah. En Basie? Ja, we gaan het weer. Elke morgen. Elke middag, elke avond en iedere nacht. Stel dat ik er wel, maar jij er niet was. Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. Hier we go. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Jongens, kom er even bij, kom er even bij. Heel even kort, want we hebben een rood lijntje in deze show. Tekstschrijvers, mannen achter, grote successen. Ja, nou ja, ik heb je lief, Paul de Leeuwman. Ja, ja, inderdaad, dankjewel. Ja, ja, ja. Is dat nou makkelijk dat je de man erachter bent? Het is altijd de artiest, de uitvoerende die er eigenlijk met alle credits en zijn portemonnee rijk gevuld er vandoor gaat. Nou, componisten, tekstschrijvers ook wel, hè? Alleen dat weten de mensen niet, dat hoeft ook niet. Maar daar gaat het niet om, Dave. Het gaat erom dat je gewoon iets doet wat je van binnen uitvoelt, wat je goed kan, denk ik. Dat probeer je zo goed mogelijk te doen. En nou, dat is mij 1 keer heel goed gelukt. Ja. Ja. En dan deze 2. Ja. Wanneer is dit in je leven gekomen dat je dacht, ja?
Ja, willen we erover praten, jongens? En leg even uit. Geweldige noten. Twee piano's. Ja, wat is het? Ja, het is een spelprogramma. En jullie kennen allemaal wel het gevoel van. En de notenclub wat je vroeger op tv had. En dat is een beetje een mengeling. En ik hou van Holland. Gewoon gezellige liedjes. We kunnen het best een beetje even voordoen hoe zoiets gaat. Mensen moeten dus liedjes raden. Althans moeten. Die kunnen liedjes raden. Kunnen prijzen winnen. Ze kunnen naar voren rennen. Ze kunnen mee gaan zingen. Het is gewoon één groot sing-along-feest. Dus moeten we alle broeken losgooien en... Ja, en... Mag. Waar wil je beginnen, Dave? Waar ik wil beginnen is even kijken. Kijk hoor. Waar is die dansgroep? Neem ons mee op een avond geweldige noten. Zullen we dat doen? Laten we dat doen. Ga ik gewoon lekker aan de bar zitten? Leuk, Dave, daar ben je goed in. Ja. Nou. bijvoorbeeld laat ik... mijn tekst. She smiles at me, I smile at her. It's spring. It doesn't matter if I lose all my... En bang, op die knop en dan zegt hij, is dat goed? Ja, dat is goed volgens mij. En dan komt ze naar voren en dan moet ze even meezingen. Maar ik ren nu even hier de zaal in. En dan zeg ik, ja, wie zei het? Hoppa! Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Voor de patiënten, voor assistenten. Hey, is het altijd lente? Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Van de patiënten, van de assistenten. Is het altijd lente? Ja, stop nu maar. Nou, dat was het. Leuk, hè? Geweldige noten! Dankjewel. Kom weer lekker aan de bar zitten, jongens. Heb jij binnenkort nog een personeelsfeestje te vieren? Dan kan ze boeken. Ja, ik zie wat ik moet boeken nu voor een leuk feestje. We hebben vanavond een rood lijntje. Tekstschrijvers met grote liedjes op hun naam. Ga je ze zelf vertellen? Nee, ik ben een Fries, dus dan ben je weer te bescheiden voor dat. Overigens hebben ze dat gemeen met de Rotterdammers, heb ik begrepen. Dus, ook zo bescheiden. Je hoeft niet naar huis vannacht. Vrij zijn, het water. Marco Borsato. Ja. Is dat dan, ik vroeg net ook al aan Peter, is dat prettig om achter de schermen in dat stadium voor iemand te werken? Ja, zeker met zo iemand als Marco. Natuurlijk gewoon een geweldige zanger is. Dus het is alleen maar een eer. Als dat soort zangers je liedjes doen, dan is dat is alleen maar prachtig. Heb je hem nog gesproken onlangs? Nee. Maar ik moest eraan denken, want hij heeft laatst gezegd van... er komt voor mij een lawine aan hits aan. Ik denk, nou, die heeft gelijk Jan gebeld. Nou ja, wie weet. Ja. Nee, maar zou je dat weer willen of wil je je meer focussen op wat je zelf doet? Nou, kijk, de dingen die ik voor Marco heb gedaan... zijn altijd toevallig eigenlijk tot stand gekomen. En dat vind ik ook eigenlijk het mooiste. Dat geldt voor alle artiesten en ook de musicals waar ik voor schrijf. Als het toevallig is en het komt gewoon op... dan is het mooi en is het puur. Maar ik ga eigenlijk zelden echt zitten voor iemand. Maar het kan wel zo zijn dat ik soms zomaar iets schrijf en denk... ja, dit is typisch een Marco-ding. Of nou, ik heb een keer wat voor Mathilde Santing geschreven. Dat wist ik niet eens. Oh, die hadden we vorige week in de uitzending. Nou, dat is geinig. Want die heeft bijvoorbeeld een liedje opgenomen voor mij... wat ik niet eens wist dat ze het had opgenomen. En dat, ja, dat is het. Dat zijn leuke dingen voor. Toen heb je gebeld, wanneer betaal je? Precies, ja. Ze vallen om bij bosjes. Nee. Het is gewoon sowieso leuk als andere mensen iets van je doen. Ik vind het ook superkicken om zelf zo nu en dan ook wat te zingen, weet je wel. En die combinatie die zoek ik nu wel meer op dan vroeger, merk ik. Ja. Nee, maar jij zegt van soms schrijf je en dan heb je, oh dat is voor die en die. Maar hoe schrijft Jan voor Jan? Persoonlijk. De afgelopen jaren heb ik bizarre jaren meegemaakt. En op alle fronten. En ik heb wel gemerkt dat mijn muziek, zeg maar, toen ben ik eigenlijk pas echt voor mezelf gaan schrijven. Toen merkte ik van ja, dit moet ik ergens in kwijt. En dat heb ik in de liedjes gedaan die nu op het huidige album zijn gekomen. Ja, zonder diep in persoonlijke dingen. Maar is het dan in te gaan, is het dan een soort therapie?
Ja, uiteindelijk wel. Dat die hele plaat gaat eigenlijk over afscheid nemen. En ik kom in een leeftijd waarin je ouders om gaan vallen. Een van mijn ouders is helaas mij ontvallen. Daar heb ik heel veel verdriet van gehad. Verder hoef ik daar niet te veel op in te gaan. Maar het fenomeen afscheid nemen werd toen een ding waar ik eigenlijk waar ik toen in ben gedoken. Waar ik inderdaad als liedjeschrijver heel veel aan heb gehad. En waardoor ik er ook weer klaar mee was op een gegeven moment. Maar is het dan moeilijk om je eigen emoties te zingen dan wanneer je iets schrijft voor een ander, zodat Marco bijvoorbeeld jouw emoties zingt? Nu moet je het zelf doen. Volgens mij ben ik er 45 voor moeten worden om dat uiteindelijk eens een keer te kunnen. Tot die tijd heb ik me altijd een beetje verschuild achter anderen. Dit is volgens mij wel de eerste plaat waar ik daadwerkelijk tot de bodem ben gegaan voor mezelf. En daarmee vind ik het ook doodeng, maar heb ik wel zoiets van, ja, dan moet je het ook maar gewoon zelf doen. Dapper, toch? Wat ga je nu voor ons brengen, Jan? Nou, ik vind het leuk om ook eens een liedje te doen wat ik voor iemand anders heb geschreven. Ik zou het leuk vinden om het water wat ik ooit voor Borsato heb geschreven in mijn eigen wijze uitvoering te doen. Fantastisch, jouw nieuwe cd nu verkrijgbaar. En nu in de nachtclub Water van de enige echte Jan Tekstra. Wat ik in je ogen las. Stekenblind, Oost-Indisch doof, wil ik voor altijd zijn. Om maar niet te zien of kunnen horen dat alles is verloren zonder jou. Kan ik niet eten, slapen, lopen, dansen, leven. En dus blijf ik hier nu zitten. En blijf ik hier nu wachten. Tot het water ooit weer in beweging komt. En dan drijf ik mee tot aan de zee, waar jij op mij zal wachten. Blijf ik hier nu wachten, tot het water ooit weer in beweging komt. En dan drijf ik mee, tot aan de zee, waar jij op mij zult wachten. Mij zult wachten.
wachten. Ik sta over het water, dat net als ik ooit in beweging was. Jan Tekstra dus, met een cd vol persoonlijke liedjes nu in de winkels. Peter Dons bedankt, de jongens van Geweldige Noten bedankt. En jullie zijn volgens mij ook nog op zoek naar verhalen over mensen die in restaurant Plaswijk hebben gewerkt in Rotterdam. Als u verhalen heeft, een beetje netter verhalen, via onze website www.devenstees.nl verwijzen we weer door wat we met die verhalen gaan doen. Iedereen bedankt in de nachtclub, er gaan de mensen naar huis, je moet naar de garderobe. Tot volgende week allemaal en misschien tot 14 december in het oude luxe bij de Bonte Kerstavond. Bart, volgende week gewoon weer. Tuurlijk. Tot volgende week.